Kijkers, goedendag. Zoals we weten heeft maandag zich een ongeval voorgedaan waarbij vele mensen hun leven hebben moeten laten. Het is een grote verlies voor de samenleving, maar wij staan nu aan de Zwarthoevenbrugstraat bij nummer 225, commissariaat van de districtie Balwini. En hier wordt er een condoleansregister getekend en waarbij hoge functionarissen hier aanwezig zullen zijn. Laten wij kijken met wie wij een gesprek kunnen houden. Meneer Permisser, goedendag. Hoe gaat het met u? Ja, bedankt. En naar omstandigheden. We doen ons best. Ja, we zijn hier gekomen vandaag. En het is een goede zaak dat er een condoleancesregister er is. Vanwege, we kunnen dat allemaal betitelen als een grote ramp. En op de manier ja, waar het allemaal aan toe gegaan is. Dan als NDP, dat hebben wij in het parlement iedereen opgeroepen. Gepaste aandacht te schenken. En voor zover, en wij kunnen, roepen ook iedereen op, maar zeker in onze organisatie, dat we op allerlei manieren, positieve manieren, de mensen behulpzaam moeten zijn. Ja, toch? Het is een, meer dan 14, dacht ik, of 15 zelfs, doden. En we weten nog niet hoeveel, nog meer. We hopen niet dat er nog meer zijn. En dat heeft grote gevolgen voor de vele gemeenschappen daar met hun familie, verwanten, etc. En daar vanuit onze organisatie doen we dat. Daarom heb ik ook in het parlement een beroep gedaan op een ieder dat we dit op gepaste wijze allemaal onze bijdrage leveren. En daarom ben ik, zijn we ook hebben we ook niet geparticipeerd in die vergadering verder. En dat is sfeer, emotionaliteit. Wij hebben ook veel mensen tot nu vanmorgen nog, weet je, telefonisch en anderszins contact met de mensen. En wij als partij, wij mobiliseren ook op allerlei manieren dat we behulpzaam zijn. Dat roepen we op. En dat gezegd hebbende, betekent dat wij alerter moeten zijn wat dit gedeelte betreft. En je ziet beelden dat het toch wij, de samenleving, maar zeker de relevante diensten gefaald hebben als mensen in zulke gevaarlijke omstandigheden. Ja, toch? Maar laten we daarover niet hebben. Laten we dan wanneer het gepast moment is, met elkaar gaan kijken welke maatregelen om te treffen. Alhoewel de mensen, dat zijn we nu bewuster dan ooit, dat we meer mogelijkheden moeten komen voor werkgelegenheid en noem maar op. En dat er meer inzet moet gepleegd worden wat betreft ordening, ja, in die sectoren. We roepen nogmaals, we condoleren iedereen. We wensen de direct betrokkenen, familie, et cetera. Maar eigenlijk de hele samenleving condoleren we hiermee. Dank u. En meneer Permisser, u bent ook dus uw medeleven komen tonen door te tekenen op deze condoleansregister. Ja, zeker, omdat wij vele. Kijk, in een politieke partij heb je mensen uit alle districten, maar zeker hier ook. En we hebben een aantal mensen van de organisatie, die families zijn van, hoe heet het weer, de mensen die dat lied ondergaan. Dat is ook een manier dat we hier onze medeleven tonen, maar in het district zelf, Brugge-Pondo, onze structuren zijn er daar en ze zijn dag en nacht bezig. Ik zelf heb aantal telefoontjes gehad, mensen die ik ken. En we zullen kijken, we hebben een beroep gedaan. Of we als parlement ook niet daar gaan, maar in partijverband doen we dat ook. Op gepaste manier, onze medeliefde tonen. En nogmaals die verdere stap om te kijken hoe we de mensen behulpzaam kunnen zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan en jullie ook veel sterkte. En we hebben hier ook de heer Steven Sang, die zijn medeliefde is komen tonen door te tekenen op deze condoleansregister. Hoe gaat het met u? Goed, goed, naar de omstandigheden. We zijn ons medeleven komen betuigen hier. En ik zie dat, ik zag een aantal collega's van me ook hier. Dus dat doet ons goed, dat er attentie wordt getoond. Er is wel, het is een heel groot gebeurtenis die zich heeft voortgedaan dinsdag, als ik me niet vergis. En er zijn heel veel mensen die hun leven hebben moeten laten door deze ongeval. Denkt u dat dit alles goed zal komen, want kijk, het is een groot verlies. Maar de meeste mensen zeggen ja, het komt goed, maar hoe ziet u dit?
Nou, ik denk dat de ordening in ieder geval heeft gefaald. Ik denk dat er, naar wat wij hebben vernomen, dat er eerder gesprekken ook waren geweest. En we hebben ook in de media gezien dat de VP zelf ter plekke aanwezig was. Ik vond het wel jammer dat hij niet gelijk een halt aan heeft gemaakt. En, maar ik begrijp ook dat het iets moeilijker gaat, want als de mensen zijn verwijderd, de volgende dag of zelfs een uur later zijn ze er weer. Dus hoe los je dit op? Ik denk dat het sowieso in samenspraak moet zijn met traditioneel gezag. En ik denk dat er in ieder geval veel meer gedaan moet worden aan voorlichting. Want als de mensen zelf niet van bewust zijn dat er een gevaarlijke situatie daar is, dan gaan ze gewoon zo doorgaan. En we weten dat het allemaal bekend staat als een balkon, want zo noemen ze het daar. En als ze weten dat een balkon gevaar is, dan moet jij als overheid of als voorlichter, moet jij die informatie naar die mensen brengen, dat ze daar niet kunnen blijven, want dat zijn dingen die kunnen gebeuren. En heeft ook een boodschap voor de samenleving? Ja, ik denk dat we een beetje begrip moeten opbrengen. Want hier en daar hoor je dat mensen zeggen dat het gaat om illegale goudzoekers, dus het is, weet je. Ik denk niet dat we zo licht over moeten praten. Ik denk dat er mensen een inkomen zoeken op een manier waarop het bij hun bekend is. En ik denk dat we iedere vorm van productie en ondernemerschap moeten blijven stimuleren. En ik roep de overheid eigenlijk op om meer te doen aan voorlichting en aan de veiligheid daar. Dankjewel. U ook bedankt. Kijkers, u heeft gehoord, u heeft ook gezien en geluisterd. Kijkers, wij van Suriname Today wensen de samenleving heel veel sterkte toe. En de mensen die behoefte hebben hun medeleven te tonen en ook deze register te tekenen, mogen langslopen bij het commissariaat van Sipaluini. Dat is aan de Zwartemoen van Brugstraat 225. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat. Ik ben met mijn cameraman Akash Ramdin. Volg ons op YouTube, Facebook. En kijkers, heel veel sterkte toegewenst. Wij zien u bij het volgende.